In Van Liemt 1 op 1 praat ik met smaakmakers van Nederland. Vandaag ben ik op bezoek in Amsterdam bij strafpleiter Theo Hiddema. Nee maar, meneer Van Liemt. Dag, welkom. Hiddema. Welkom. Kom erin, we zijn er helemaal klaar voor. Nou, geweldig. En dit ademt... Ik sta er klaar voor. Ja. Ja, nou, dit ademt de sfeer van een herensociëteit. Herenboudoir zou ik bijna zeggen. Nou, ik ben de enige heer. Als het over klanten gaat, u heeft een tijd lang naar buiten gebracht dat u PVV-sympathie had. Daarna bent u lid geworden. Oh, mensen, ben pas binnen en nou al frontaal erin. Ja, we gaan er meteen hard in. We gaan meteen de diepte in. Forum voor Democratie ook. En dan heb je ook nog cliënten. Ja. En sommige cliënten krijgen dan misschien last van watervrees. Hebt u ooit meegemaakt dat ze zijn weggelopen bij u? Nou, weggejaagd. Ik ben ooit in een uitzending beland met als thema, Marokkanen en een probleem dienaangaande. En toen was ik in gezelschap van een geestelijke, moslimgeestelijke. En die sprak toen tijdens dit debat de woorden van dat wat wij niet vermochten te begrijpen. Dat als de islam wordt beledigd, maar de naam van Allah wordt beledigd, dat vond hij erger dan dat zijn broer kwam te overlijden. En toen kwam een beetje spotzucht bij mij op in dit verheven religieuze moment. Toen zeg ik tegen die iemand, als je een onwrikbaar geloof hebt in de kracht van Allah, dan heb je toch ook het geloof dat als Allah vindt dat iets te ver gaat, dan zorgt hij voor een baksteen of een lekker dakhout of iemand die komt onder de tram. Maar Allah straft onmiddellijk. Daar heeft hij alle macht toe, want hij is alziend, hij ziet alles en hij kan ook alles. En toen kwam het, ik zeg, weet je waar die agressie haat, die agressie uit voorkomt jegens mensen die Allah, discrediet brengen naar jouw inzichten. Dat zou wel eens een beetje geloofstwijfel kunnen zijn. Nou, toen waren de rapen gaar. En dat hoorden ook cliënten van u? Die hoorden dat u deze opmerkingen maakte? En de nou, deze broeder iemand, die predikte in het Huis van Bewaring in Dordrecht. En dan had ik een heleboel Marokkaanse cliënten. Daar bleef er eentje van over. Kennelijk een geloofstwijfelaar, een tikkeltje. En die bracht mij dit verpletterende nieuws. Hoe het kon dat ik zomaar eens 8, 9 cliënten kwijt was. Nou, dat was bekokstoofd tijdens de gebedsgemeenschap. Maar ik heb verder nooit klanten gehad die zeiden, nou vanwege jouw politieke inzichten, voorkeuren, nemen wij een ander advocaat. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Meester Theo Hiddema is Nederlands bekendste strafrechtadvocaat. Hij krijgt nationale bekendheid door enkele spraakmakende strafzaken, waaronder die tegen de bende van Venlo. Hiddema is een publiek figuur in de media, niet alleen vanwege zijn werk, maar ook vanwege zijn ongezouten meningen. Hoe lang moet u nou in Nederland geïntegreerd raken? Hoe lang moet u nog volgen? Hoe vaak moet u naar de school gebracht worden? En met hoeveel subsidie? Voordat het tot u doordringt, dat wilde ze nooit mensen, Marokkanen, wil deporteren. In december 2016 stelt hij zich beschikbaar als kandidaat voor Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Mooi portret. Ja, dit is een van de hoogtepunten uit mijn trieste carrière. Peter R. de Vries had altijd een top 10 lijst van advocaten, die werd jaarlijks samengesteld. En daar stond ik op. En toen is er een schilderscollectief geweest, die heeft die top 10 geportretteerd. Ja. Stukken 5, 6 schilders. Dit was meneer Moyer. En die heeft mij geportretteerd. Een heldere, visionaire, doordringende blik. Ja. Zie die staalblauwe oogopslag. Ja. Ja, als je er zelf naar kijkt, denk ik, nou, daar moet je geen ruzie mee krijgen. Nee. Ik ben het zelf. Maar... En ik vind het razend knap gedaan. Gewoon ja, van een foto. Natuurlijk, maar dan toch, de plek. Waarom dan, als je er zo gek op bent, waarom in de keuken? Nou, pas bij de muur hier. Nee, dat... nee maar niet om de bezoekers meteen te confronteren met een tweede aanblik van de Nou, van zo heb ik het nog nooit bekeken. Maar als hij er had gehangen, was ik tot hetzelfde besef geraakt. Nee, dit is de gort. Eerst maar eens met mij in conclave, dan mag je de afgeleide roem als schouw. Nee, maar dit is toch heel sereen en geweldig, rustgevend. Natuurlijk. Zeker. Als je in de armen van zo'n advocaat belandt, dan zie je met één die heeft het beste met mij voor. Theo Hiddema wordt in 1944 geboren in het Friese Holwerd. Na zijn opleiding rechtsgeleerdheid wordt hij in Maastricht beëdigd als advocaat.
Hiddema is weduwnaar sinds het overlijden van zijn vrouw Gerry nog geen jaar geleden. Hij heeft een dochter uit zijn eerste huwelijk. Nou, meneer Hiddema, u bent nummer 2 op de lijst voor het Forum voor Democratie. U bent de politiek ingegaan. Bevalt het? Ik moet er erg aan wennen. Ja. Nou heb je het al. Ja. Had het nou even gezegd dat de eerste vraag zou worden? Nee, dat doen we nooit. Oh. Nou, dan moet ik bij mezelf te raden gaan. Ben ik veranderd? Want normaal, mijn dagelijkse werk wat mij omringt, dat bevalt me ten eerste, want het is hersenwerk. Dat houdt je geestelijk fit. En in beweging, want ik moet altijd de deur uit voor die strafpraktijk. Dus ik was een soort... Politiek is geen hersenwerk, hebt u gemerkt? Nee, dat wil ik u nou net uitleggen. Ik heb gemerkt dat de status van nummer 2... Dan moet je even naar wennen. Maar het vergt ook omschakeling in je hersenwerk, zal ik maar zeggen. Ja. Je bent eerst heel engeestig ingericht op de belangen van één cliënt die je nodig heeft op een bepaalde dag, een bepaald uur. En je bent geprepareerd op hoe je die man van dienst kan zijn. En hoe je zelf gelukzalig de deur uit kan gaan in de gedachte, dat heb ik nog mooi gedaan. Dat is ook fijn voor de cliënt dan. Maar het hersenwerk wat nu voortgebracht moet worden, dankzij die status van nummer 2, dat vergt meer oriëntatie. Want nu word je uit alle hoeken en gaten benaderd door mensen die je tegen je aan bemoeien, vanuit een verondersteld gemeenschappelijk belang. Jij bent onze nummer 2. En dan moet je je aandacht richten op situaties en mensen waar je nooit bij stil hebt gestaan, omdat je die situaties naar je eigen hand kon zetten. Dat deed je zelf allemaal. Maar bedoelt u dat u wel een beetje spijt begint te krijgen? Nee, het vergt lenigheid van geest. Ik moet mij nu, mijn sociale intelligentie komt nou om de hoek kijken. En hoe is het daarmee gesteld? Nou, tot nu toe wordt nummer 2 met warmte omringd door zijn partijgenoten. U benadrukt wel een paar keer nummer 2. Dat is niet de positie waarin een Theo Hiddema zich thuis voelt. Nee, daar heb je het nou. Ja. Dus dat kan alleen maar tot een goede symbiose leiden met de partijen en met nummer 1. Als ik met nummer 1 zo door één deur kan, dat mijn eigen waardigheid niet wordt aangetast. Voor wie het nog niet weet, dat is Thierry Baudet natuurlijk. Hoe gaat het met hem, de samenwerking tot nu toe? Nou, dat het gaat prima. Omdat hij ook nogal heel slim, bevlogen, intelligent en tikkeltje pedant. En dat is geen stofnest. Kijk, als ik mij op moet offeren, noem het maar als nummer 2. En we richten naar een nummer 1 waarvan ik denk, nou, is dat nou alle ambitie en toewijding van de nummer 2 wel waardig. Maar dat heb ik bij hem niet. Het is een wederzijdse kruisbestuiving. Je blijft alert. En ik kan het me permitteren, want nummer 2 is ook niet een al te geringe positie, om de nummer 1 ook een beetje te treiteren, te zuigen. Dat vind ik altijd wel prettig. Dat wordt ook op prijs gesteld door de nummer 1? Ja, daar moet hij maar tegen kunnen. Jawel hoor, dat kan hij best. Zoals hij mijn intelligentie kan waarderen. Is hij natuurlijk zeer ontvankelijk voor het feit dat hij merkt dat ik de zijne ook hoog acht. En nou, dat houdt de boel wel in balans. Dan gaat het met jullie goed. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, dat krijg je, dat hoort er ook bij, die met opmerkingen komen. Die zeggen, Theo, wat heb je gedaan? Jij de politiek in. Een paar citaatjes van uzelf. Voor de politiek ben ik te individualistisch, heb te veel eigendunk. En ook, het is frustrerend dat je moet samenwerken met mensen die niet al te snugger zijn. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die tot nu toe ook uit zijn gekomen. Nee, dat is niet uitgekomen, want bij dat forum staat niet zozeer een religieuze bevlogenheid. Want dat is de politiek vaak, de aanhangers van de politiek, partij inhoudelijk. Daar liggen ze niet zo wakker van. Het gaat er meer om dat je tot de juiste groep behoort. Dat je een soort religieuze zelfreiniging krijgt. Kijk eens, ik ben lid van een fatsoenlijke partij. Dat straalt ook op mij af en mijn hele familie hoort tot die kringen. Dat is een soort gewoonterecht dat je dan als fatsoenlijke politicus onder de mensen kunt begeven. Als burger dan, burgerkiezer dan. Terwijl op de intelligente waardering van de inhoud van partijpunten, daar wordt nauwelijks enig debat over gevoerd. Dan zijn er ook behoorlijk wat criticassers geweest. Misschien een duidelijke, een hele pregnante, Bas Heijnen, columnist, NRC Handelsblad. Hij zegt, misschien hebt u wel last van het zijlijnsyndroom, de ijdele aanvechting van de man die zo vaak het woord voerde in praatprogramma's, dat hij het gevoel heeft dat het land niet meer zonder hem kan.
En hij vervolgt, u wist ineens zeker dat u meer voor het land kon betekenen door in de Tweede Kamer op Marokkanen te schelden dan bij Umberto Tan aan tafel. PC Hoofdprijswinnaar, columnist Bas Heijnen. Zo, wat een eer dat hij zich over mij heeft bekommerd. Onze zelfverheven uitkijkpost over de Nederlandse samenleving. Maar heeft hij gelijk? Mijn aanvechting om mijn politiek te uiten, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk qua mentaliteit en dezelfde als waardoor ik me in het strafrechtelijk metier begeef. En waardoor ik daardoor word uitgenodigd om in praatprogramma's mijn visie te geven. Dat is een intellectuele uitdaging. En als dat dan een politieke mening is, dan vind ik het vanzelfsprekend dat als mij de gelegenheid wordt geboden om de kans niet te laten lopen om me gelijk te bevechtigen in politiek opzicht in het Hol van de Leeuw. Dat maar is de Tweede Kamer. Dat u, natuurlijk, maar u denkt dat u daar ook meer kunt bereiken dan waar dan ook? Meer dan bijvoorbeeld aan die talkshowtafels? Dat denk ik wel. Omdat bij die talkshowtafels, spring ik er nogal uit, vindt men, hoor. Omdat mijn eigenzinnigheid kennelijk trefzeker overkomt en ook aanslaat. En een echte originele mening, die wordt in de Tweede Kamer altijd verhuld, gebracht. En ik denk dat ik daar wel iets zinnigs over te zeggen heb. Omdat ik altijd met mijn enkels in de modder heb gestaan als strafpleiter. Ik zit aan het putje van de samenleving. Effectief politiek beleid, voor zover dat zichtbaar is, die krijg ik meteen onder ogen. Dus ik zeg, dan kan ik zeggen van, kijk maar eens wat ik heb meegemaakt. Straks vertelt Hiddema openhartig over zijn verdriet na het overlijden van zijn vrouw Gerry, nog geen jaar geleden. U moet nu met mij oppassen, want u heeft een warme gelaatsuitdruk. Dan kan het zijn dat u met een doosje tissues hier de deur niet helemaal ongeschonden uit toch loopt, mentaal. Dus als ik u moet uitleggen hoe u dat kan, dat is geen begin aan. Ik moet alleen die juiste knop even bedienen hoor, dat is... Zal ik even helpen? Dit is hem. Manchmal beneide ich mich selbst, wenn du mich in den Armen hältst und ich dich atmen kann. De Duitse taal uit haar klankkastje, uit haar keeltje, dat is zo parelend. Daar word je helemaal stil van. Für mich bist du der Mann. En Tom Kellerhuis die heeft een prachtig artikel geschreven ooit in Parool. HP, denk ik. Nee, Parool. Echt over mijn adoratie voor haar. En die is ook met mij meegeweest en met Gerry, mijn vrouw, naar München. Dan heeft hij een backstage geregeld met haar. Dat was echt een hoogtepunt in mijn leven. Ja. We moesten door die kelder daar in dat Olympiastadion heel lang zoeken en via toegang en gedoe. Ik denk dat lukt nooit. En opeens stond de kleine Heleentje pal voor mij. U werd er een beetje verlegen van? Ja, ik werd daar echt een beetje aangedaan van. Maar toen het erop zat, toen... Yes! De deur uit. Ja, kinderachtig. Maar de laatste tijd draai ik hem niet, want het hakt er te diep in. Ja, dat is echt te emotioneel om dit te draaien. Ja. Ik kan alles verdragen. Maar... In mijn staat van alleenigheid, zal ik maar zeggen. Haar op mezelf loslaten, dat is de gouden verzoek. Dat kan niet. Ja, meneer, maar u heeft ook op uw bureau een paar foto's van uw vrouw staan, maar dit is een echte collage. En dan zie je ook inderdaad een hele mooie vrouw. Dit collage heeft zij samengesteld of heeft u dit zelf samen laten stellen? Onder druk van de omstandigheden, de aankomende begrafenis, is dit door de begrafenisondernemer zo ingericht. Maar hij heeft een mooie collage gemaakt. Ja, wat je daar ziet, dat zijn de restanten van een sprankelend huwelijk. Laat hem niet vallen, meneer Van Lien. Nee, ik wou net zeggen, ik doe er heel voorzichtig mee. U ziet het ook. En kijk eens even. Zo heb je van die plekken, niet onvermoed, maar opeens... Word je doordringd met aspecten van het menselijk leven waar geen ontkomen aan is. Zo is er ook een grafsteen.
Dan zie je dan je eigen naam al gebeiteld. Gehuwd met Theo Hiddema. Dan denk ik, wat een eer dat ik hier vermeld sta. Maar goed, dat was het. Beste Theo. Amis, ik heb gehoord van jouw politieke aspiraties. Je opmerkelijke switch betekent een aderlating voor de advocatuur, maar een verrijking van het politieke landschap. Wij zouden een vertrek uit de advocatuur betreuren. Je bent een markante man, we hadden ook veel persoonlijk contact. En als ik kijk naar jouw optreden in zittingszalen, je hebt de gave van het woord, je kunt prachtig formuleren. Het zou gewoon een gemis zijn. Van politiek heb ik zelf niet zo heel veel verstand. Desalniettemin wil ik je toch één advies geven. En dat advies luidt als volgt. Pleeg geen verraad en bewaar je integriteit. Geef je in elk geval het advies, blijf onze cursussen van Anker en Anker volgen, want een politieke carrière kan ook, kijk om je heen, heel kortstondig zijn. Dan blijf je in elk geval op de hoogte. Mijn broer is het hiermee eens. Doe geen loze beloften. Werk niet mee aan verlaging van vergoedingen van advocaten. En sluit geen shady deals ofwel dubieuze compromissen. Veel wijsheid, Amice. Veel succes, Amice. Ja, de heren die trekken het ook van deel toe naar zichzelf. Let daar eventjes op. Wat vindt u hiervan, van deze reacties? Ja, nou ja, aangenaam. Er spreekt zeer veel waardering uit. Ze trekken ook een beetje de bekommerde gelaatsuitdrukking. Ja. Omdat ze ervan uitgaan dat ik mij talgende wil gehang. Maar dat is niet de bedoeling. Ik blijf strafpleiten. Als je maar die cursus van Anker blijft volgen. Ik ga dat combineren. Ik wil met wapperende toga zo van het front de Tweede Kamer binnen zeggen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ik maak wel andere dingen mee. Dat kan iets toevoegen in de Tweede Kamer. Dat vinden ze ook goed. Dat weten ze al bij het Forum. Dat u dat van plan bent. Jazeker. Ze nemen mij mijn toga niet af. Nee. Geen sprake van. Maar toch, je integriteit bewaren, zegt Spong. Op heel serieuze toon. Let op dat je integriteit bewaart. Nou, ik heb zoveel zelfrespect. Denk ik. Dat ik het onverdraaglijk zou vinden als ik mezelf moest aanschouwen in de spiegel. Dat ik momenten zou moeten onderkennen bij mezelf. Wat je nou doet, dat gaat helemaal tegen jouw karakter in. Zo ben je niet opgevoed. Maar ja, integriteit nou, houdt ook in dat je goed moet voorbereiden. Goed in die rechtszaal verwachten de cliënten dat u het zo goed mogelijk doet. Heeft u daar nog de tijd voor naast de politiek? Dat bedoelt Anker ook een beetje. Ja, maar ik ben een heel ijverig baasje hoor. Ik denk dat wel lukt. Want anders was ik er niet aan begonnen. Als we kijken naar het Forum voor Democratie, waar u dus nu de nummer 2 bent. Daarvoor was u een overduidelijke PVV-sympathisant, heeft dat vaak naar buiten toe laten merken. Rutte heeft onlangs gezegd, de premier, als laatste van een hele reeks grote traditionele partijen, de kans dat ik met de PVV samen ga is nul. Wat vindt u van die uitspraak? Dit tikkeltje dom. Er spreekt een enorm dédain uit. En het is in strijd met je integriteit. Als je altijd hebt gezegd dat je de PVV niet wil uitsluiten, dan moet je nu zoeken naar een argument waarom dat wel zou moeten gebeuren. Maar dat zegt hij niet alleen. Hij zegt, de kans dat ik met de PVV ga regeren is nul. Maar ik wil in gesprek blijven met zijn kiezers. Dat zegt hij. Waar haalt hij het gore lef vandaan? Die kiezers die stemmen op Wilders omdat het Wilders is. Nou maakt hij uit dat die kiezers met hem zouden willen babbelen, terwijl hij hun leider, die ze zelf willen, terzijde schuift. Dat is toch een dédain van je welste? Hij zegt het is geen dédain, want de kiezer kan nu voor een alternatief gaan zorgen. Namelijk, het alternatief bieden wij. Want ik neem wel degelijk de zorgen van die kiezer serieus. Dat zegt Rutte. Dat zegt hij nu. En dan acht hij zichzelf een betere representant. Een fatsoenlijker, want daar gaat het tegenwoordig om. Je moet heel fatsoenlijk zijn. Dan maar u bent toch ook heel fatsoenlijk, of niet? Ja, tuurlijk ben ik fatsoenlijk. Wat is daar tegen dan? Niks. Alleen mensen die zeggen dat ze braaf en fatsoenlijk zijn, die moet je erg in de smiezen houden. Daar moet je heel erg mee uitkijken. Als ik iets in de strafpraktijk heb geleerd, is het die hebbelijkheid. Wat volume heeft, hoeft zich niet op te blazen, zeg ik wel eens. En nu nadert de verkiezingstijd
En dan moeten mensen, beleidsmensen, voorgangers, roergangers, worden afgerekend op wat ze gepresteerd hebben. Maar zover laten ze het niet komen. Ze schilderen vergezichten naar de toekomst toe. Zullen we het zus doen en zullen we het zo doen? En dan ga je dus niet over de inhoud echt debatteren, wat er wenselijk is op het punt van, nou, een heleboel beleidsterreinen, maar hoe je met elkaar moet omgaan. U hebt gekozen voor de politiek. U heeft dat gedaan na het overlijden van uw vrouw G. Ik zag u af en toe over de gracht lopen met uw vrouw. Prachtige vrouw. Overduidelijk een stel dat gelukkig met elkaar was. U moet het nu zonder haar doen. Heeft u enig idee hoe zij tegen uw stap aan zou kijken? Nou, ze heeft mij altijd de vrijheid gegund om met mijn capaciteiten te doen wat ik voor mezelf wenste te verkiezen. Ze heeft nooit enige blokkade opgeroepen, want in de tijd van ons huwelijk moest ik altijd heel hard werken. En dat is bij haar nooit op bezwaren gestuurd. Vakanties moesten altijd gecanceld worden, er was altijd wel wat. Ze wist ook dat ik mij altijd heb georiënteerd op de politiek. Ze hoeft maar door het huis te lopen, kunt u ook doen. Dan ziet u alle boeken van Gerrit Kommer aan je liggen. J.B. Charles, Karel van het Reven. Oude boekjes van Jacques Gans haalde ik uit antiquaires. Bij antiekwinkeltjes vandaan om ze die te laten lezen, politieke pamfletten. Oude anarchistische schrijvers waar ik mee in een deuk lag, Alexander Cohen. Dus dat wist ze allemaal. En Thierry Baudet kende ze ook, want ik ben naar Thierry Baudet gekomen door haar. Hoe die elkaar in dit stadskwartier tegen het lijf zijn gelopen, dat weet ik niet. Maar ze had wel oog voor de fraaie kanten van het leven. En Thierry Baudet, dat is wel een smakelijk hapje. Maar zij heeft een donatie aan het forum gegeven. Want Thierry had centjes nodig, die hele boel stond in de stijgers. Ja. Het was een denktank. En ik ging toen wel eens naar die denktank toe, omdat daar werd gesproken over de euro, over de monetaire unie, over de inrichting van de staat. Nou, en dan kwamen mensen met gezag. En ik vond het interessant. Dus daar ging ik naartoe. En het was een prettige locatie. Het was bij Hotel de Rotten, met uitzicht op het water. Dat verfraait de boel ook. En toen Gerry doorkreeg dat ik daar graag naartoe ging, toen heeft zij een keer een donatie verricht. Nou, en ja, nou. Dus nu denk ik, als ik de zaak terug aanschouw, wat zou ze ervan gedacht hebben, dat ze er niet van had opgekeken. Bepaald niet. Maar de politiek ingaan is nog een andere stap dan sympathie hebben of doneren bijvoorbeeld. Ja. Sprak u vaak met haar over bepaalde stappen die u in het leven nam? Was zij een sparringpartner voor u? Nou, dat mag je wel zeggen, want ze was buitengewoon sociaal. Sociale intelligentie van je welzijn. Op dat punt liet ik het wel eens afweten naar zij vond. Dus zij heeft mij altijd wel een beetje gecoacht. In die zin moet je niet zus doen, moet je zo doen. En als je zelf in de positie had gezeten van degene die je nu attaqueert, wat zou jij dan doen? Dus ik werd mij altijd wel een spiegel voor gehouden, hoor. Dat wel. En nou kom ik notabene in groepsverband treed ik op. En word ik aangesproken op dat soort kwesties en moet ik mijn beste beentje voorzetten. Dus het is eigenlijk spijtig dat als ik zelf vind dat ik het naar wens verricht, hè, dit soort sociale dingen inhoud geven, dat ik haar niet kan laten zien dat ik dat ook kan. U heeft wel gezegd in een interview, ik meen in de Telegraaf, ik heb een jaar geleefd als een kluizenaar, als een verdrietige kluizenaar. Hoe kom je over zo'n groot verdriet heen? U moet nu met mij oppassen, want u heeft een warme gelaatsuitdrukking. En u spreekt mij heel menselijk toe. Dat brengt mij in de verleiding om u compleet inhoudelijk, als het om die vraag gaat, te informeren. En dan kan het zijn dat u met een doosje tissues hier de deur niet helemaal ongeschonden uit toch loopt, mentaal. Dus als ik u moet uitleggen hoe u dat kan, dat is geen begin aan. Ik kan u alleen wel zeggen dat het geen proces is waarvan je het uitzicht hebt dat er ooit een moment van grote verlichting komt. Omdat ik heb gemerkt dat het de ene moment is het zus en het andere moment is het zo. En de momenten van tristesse die kunnen over een jaar je overmannen. Maar het kan ook morgen.
Maar ja, goed, het is pas een half jaar, dik half jaar geleden. Maar ik heb mezelf wel een paar maanden arbeidsongeschikt verklaard. Dat wel. Hebt u ook gedacht aan bijvoorbeeld professionele hulp, met therapeuten praten? Dingen die u misschien nooit zou doen in een andere situatie, maar nu wel? Ja. Ja. Je hebt momenten dat je last krijgt van demonen, dwanggedachten. En dan kom je onwillekeurig ook tot de gedachte. Als daar een remedie voor is die ik niet ken, dan is er iemand met meer verstand van zaken die mij daar naar kan verwijzen. En dan kom je in deskundige handen terecht. Maar tot nu toe heb ik het alleen kunnen beredderen. Ja, alleen kunnen beredderen door heel hard te werken, wat je heel vaak ziet. Waardoor je denkt, ik hoef niet steeds maar die demonen kunnen uit mijn hoofd, omdat ik juist op mijn werk kan richten. Ja, dat ik altijd hersenwerk heb gedaan is natuurlijk mijn redding geweest. Want door dat werk te blijven doen, worden je hersens gewoon gefixeerd op kwesties die geen somberheid verdragen. Dat kan niet, ze worden gewoon levend gehouden. Die momenten van tristesse, die kunnen nog wel eens komen. En dat kan je gedachtegangen ook wel eens frustreren of blokkeren. Maar die heb ik wel in de hand. Maar toch, meneer Heerdema, u zegt uw hersen steeds. Maar u ziet er nog steeds geweldig gesoigneerd uit. Dat is belangrijk. Zo kennen we u. U wilt dat u zo naar buiten treedt. U heeft geen zin dat u naar buiten loopt. Dat iedereen zegt, oh, we hebben medelijden met die man. Dat is het laatste wat u wil. U bent een krachtige persoonlijkheid. Maar u heeft ook met dingen die minder met de hersens te maken hebben. Namelijk, let op de uiterlijke verzorging. Doe je alles nog goed? Eet je gezond? Lukt dat ook nog een beetje? Maakt u geen zorgen. Ik kan mijn eigen boeltje uitstekend redden. Hebt u dat altijd gedaan? Dat heb ik altijd gedaan, ja. Nou ja, je hebt mannen die opeens dan volledig onthand zijn, omdat hun vrouw ook alle praktische zaken voor haar rekening nam. Maar u kon dat altijd zelf al? U heeft het over mijn aankleding. Zeker. En de fouragering en dat soort kwesties. Nee, dat is geen punt van bijzondere, echt zorgelijke aandacht, totaal niet. Straks waarschuwt Heerdema zijn partij Forum voor Democratie voor zijn eigen werkhouding. Ze moeten mij niet de hele dag opsluiten in een achterkamertje in commissievergaderingetjes. En deeltjes laten sluiten met collegaatjes. Ik wil de frivole kant van het leven, geestelijk hoor, geestelijk frivol. Dus afwisseling, spannende momenten zelf kiezen. Maar die waarschuwing heeft u neem ik aan al eerder afgegeven aan de heer. Ja, ze weten wat voor vlees ik in de kuip heb hoor. Ja. Mag ik nou op mijn krent gaan zitten? Ja, ik weet het niet. Wat staat ons nu te wachten? Ik vraag even wat over het bureau. Want valt mij op bijvoorbeeld dat er nergens een computer staat, meneer, maar op dit bureau. Nee, maar mijn administratief centrum en alle computerkwesties die daarmee verband houden tegenwoordig, die staan op het kantoor in Maastricht. Daar zit mijn personeel en daar zit mijn administratief centrum, dus computers, een heleboel. Ik vraag me wel eens al wat doen, zeg maar. Het is niet zo dat het zou. Ik kan niet. Ja, ik vraag het toch. U kunt wel een computer gewoon bedienen, want u kunt ook een smartphone bedienen. Kan ik dan ook een computer bedienen? Kan ik dan ook een computer bedienen? Ik denk het wel of niet. Ik weet het niet, ik heb het nog nooit geprobeerd. Meneer Van Liemt, wat ik doe is hersenwerk. Als die hersens een beetje op stoom komen en ik vind dat ik mooie gedachten heb, zinvolle gedachten. Je wil de mensen vooruit helpen, niet meer. En ook nog eens de gedachte daarbij heb, dat moet ik registreren, deze gedachte, anders verwaait die. Dan pak ik een Mont Blanc pen en dan schrijf ik dat op. En dan heb je veel meer het gevoel dat rechtstreeks uit je hele patroon vloeit, je gedachtenspinsels, als je terug ziet wat je hebt bedacht. Met je eigen vingertjes, met je eigen handschrift. Ik moet er niet aan denken dat dat proces van denken en registreren zich tikkenderwijs met kabels en snoeren, met schermpjes waar je op gefixeerd bent, zou moeten voltrekken. Alles wat hier ligt, zit in uw hoofd. Ja. Maar niet voor niets, toch Gerrit Komrij, vind ik toch interessant, die ligt er ook bij. Is dat uw favoriete Nederlandse schrijver? Ik oriënteer me nu op de politiek en dan moet je weer eventjes heringericht worden als het gaat over de chronologie van de Nederlandse historie, feitelijkheidjes, momenten in de historie.
En waarom zou je dan een geschiedenisboek nemen als je de werken van Komrij hebt? Want al zijn polemische werken door de jaren heen, die gaan heel vaak over actuele politiek, met name toenaam. En die worden dan niet met gordroge teksten betiteld als belangrijk zus en in het kader van die ontwikkeling zeer te waarderen. Nee, er wordt de spot meegedreven op een onvergetelijke manier. En dan weet je onmiddellijk weer de historische context. Dat is toch veel leukere manier om je geschiedenis instincten te prikkelen en in herinneringen op te roepen, dan langs de weg van een gordroog lijstje. Hebt u daar uw mooie formuleringen vandaan? Misschien jonge Hidde maar heel erg veel geleden. Ik ben de heer Komrij. Ik ben zeer schatplichtig aan meneer Komrij, ja, echt wel. Penned by freedom, addressed to no one. For who now could it be? Het vrije woord schreeuwt het uit en laat zich niet opsluiten. Overal zeggen steeds meer mensen wat ze denken. Mensen die hun land niet willen verliezen. Mensen die hun vrijheid niet willen verliezen. Mensen die politici willen die hen serieus nemen. Die naar hen luisteren. Die ook durven te spreken over gevoelige onderwerpen. Meneer de president, zoals ik u al zei in het begin van mijn laatste woord, ik sta hier namens miljoenen Nederlanders. En ik spreek dus niet alleen namens mijzelf. Mijn stem is de stem van velen. En dus vraag ik u, en ik vraag u dat niet alleen namens mijzelf, maar in de naam van al die Nederlanders. Spreek mij vrij. Spreek ons vrij. Ja, wat vindt u van dat pleidooi, met name spreek ons vrij? Ja, heeft u gelijk hoor. Ja. En hoe vindt u dat zijn raadsman de heer Knoops het gedaan heeft? Bekwaam. Had u het beter gekund? Op mijn manier. Wat had u anders gedaan dan de heer Knoops? Ik zou het niet willen weten. Ik wil. Wat dan? Ik zou het wel willen weten. Ja. Nee hoor, u zult mij, en dat is niet omdat ik mensen in bescherming wil nemen, maar het kan een overdosis zijn van eigendunk of zelfvertrouwen, als ik zou zeggen dat wat Knoops daar doet, door mij op andere, meer gepastere wijze naar voren zou zijn gebracht. Dan misken ik de kennis, kunde, talenten van Knoops. Want die ziet misschien op dat punt beter wat gewenst is voor zijn cliënt dan ik hier vanaf deze tafel. En bovendien denkt hij wellicht hetzelfde als ik. Niemand had dit beter gedaan dan ik. Dat is nou eentje de hebbelijkheid van het beestje. Hoe vindt u dat het OM gereageerd heeft? Strak en formeel. En wel begrijpelijk ook dat ze net als Wilders in hoger beroep gaan zelf? Vindt u dat Wilders gewoon alles keurig binnen de perken van de wet gedaan heeft? Wat heeft hij nou misdaan? Hij heeft voor een, in een bovenzaaltje, te midden van wetsgetrouw publiek, zijn eigen aanhangers, met een tekst niet meer als minder Marokkanen, that's it, ook nog vooraf een beetje getraind, heb ik begrepen. Ja, nou, en in de wetenschap dat daar dit ook een groot bereik gaat krijgen. Dan dus niet alleen maar tot dat zaaltje beperken. Nou, maar wij wisten toch al lang dat Wilders minder Marokkanen wil hebben. Hij wil minder import en hij wil meer export van criminele Marokkanen. Dat is een demografische wens. Dus u vindt dat het OM gewoon zich hier meer gedijsteld moet houden? Eigenlijk helemaal geen zaak had moeten maken ook? Natuurlijk vind ik dat. Hij roept ook niet op tot geweld. Waarom bent u bij Wilders weggegaan? Waarom bent u, ik ben nooit bij Wilders weggegaan. PVV-sympathisant geweest, maar u gaat nu naar Forum voor Democratie. Nou, omdat ik heel veel overlappende terreinen zie. Simpelweg, ik ben niet gevraagd door Wilders en ik heb me nog nooit ergens aan gediend of binnengedrongen. Had u wel ja gezegd als hij gevraagd had? Had u ja gezegd als hij u gevraagd had? Onder dezelfde omstandigheden, na het overlijden van mijn vrouw, dat ik wel een uitdaging extra kan verdragen, had dat maar zo gekund. Maar mijn politieke inzichten die zijn in de loop der jaren al zo uitgekristalliseerd dat ik bijna sta te popelen, toch al, om alle argumenten die ik vind die niet ter zake doen of gewoon dom zijn, in de Tweede Kamer te pareren. Zitten er veel domme mensen in die Tweede Kamer? Dat mag je zeker denken. Dan als je een beetje in percentages gaat denken, wat denkt u dan? Luister, daar moet je heel voorzichtig mee wezen, want driekwart van de hele Tweede Kamer, die hoor je nooit. Dat zijn gewoon zetelvullers.
En die worden daar vast en zeker niet gekozen omdat ze de innerlijke behoefte hebben om zich naar de microfoon te begeven en hun hoogst persoonlijke meningen met de eigen teksten, zal ik maar zeggen, uit het hoofd dan ook gedebatteerd ter plekke te ventileren. Want dat stelt de leiding niet op prijs. En dan worden de coalitiebelangen, die worden met voeten getreden, wellicht. Maar iemands individuele kwaliteiten van die drie kwart, die hebben niet ertoe geleid dat ze daar zwijgend en stil dag in dag uit op die zetels mogen zitten en op een lampje moeten drukken. Die zitten daar gewoon om vanuit vooronderstelde loyaliteit met de leider van dienst. En verder hoeven ze niks te doen. Maar dat zijn carrièrepolitici. Die zitten daar met de gedachte, als ik mijn tijd hier uitzit en me aangepast gedraag, dan wordt mijn loyaliteit wel beloond. Dat is het partijkartel waar Baudet en ik nu dus ook ons tegen te weer willen stellen. Daar zet u zich tegen te weer. Heeft u gemerkt dat dat meteen ten koste gaat van een deel van de klanten of cliëntenkring? Dat er sommige mensen zijn die zeggen, ik ga weg, want hij heeft zich nu aangesloten bij een partij die mij niet bevalt? Nee, nog niet, maar ik ben het nog zo kort in dit métier beland. Politiek métier. En men is er nog niet in geslaagd om deze partij te demoniseren. Speelt het voor u wel in overwegingen mee? Om wel of geen... Nee, dat soort argumenten, koopmanschap is mij vreemd. En daarop aangepast sociaal gedrag al helemaal. Dus dat soort gedachten die koester ik nooit. Maar het kwam u van pas als strafpleiter, heeft u meerdere malen in interviews gezegd, om een weeffout te hebben. U heeft een weeffout in uw karakter. Nou. Ja, het is uw eigen tekst. Ja, waar heeft moet u vandaan? Moet u hem herroepen? Nou, een weeffoutje in die zin dat je als strafpleiter te maken hebt met cliënten die je, ja, dankzij je eigen kunde, toeval speelt ook een grote rol, of onwetendheid bij de rechter. Ik weet vaak dingen die de rechter niet weet. Dus ik ben er getuige van dat door mijn inbreng en de gekoesterde onwetendheid van de rechter door mij, mensen, verdachten, de dans ontspringen. En dan krijg je natuurlijk altijd de vraag van, ja, hoe kunt u dit met uw geweten verenigen? Nou, dan zeggen de meeste advocaten, als iemand wordt vrijgesproken waarvan ik zou kunnen weten dat hij het toch heeft gedaan, dan is dat niet mijn schuld, dat heeft de rechter gedaan. Nou, in die vluchtheuvel die ben ik nooit naartoe gekropen. Maar je hebt ook een volgende stap. Als u weet dat u een moordenaar vrij pleit, dan kun je ook juichend naar buiten lopen. Ik heb de zaak gewonnen. Ja. Gebalde vuist maken. Ja, of je kunt heel decent naar buiten lopen. Strak gezegd. Dan heeft u het verkeerd gelezen. Innerlijk maak ik dan een vuistgebaartje of sla ik mezelf op de borst. Dat wel. En dat zijn geweldige momenten van euforie, hoor, als je vaak zo'n vrijspraak hebt bewerkt. Maar naar buiten toe ben ik de sereniteit zelf. Nu we toch over de ethiek praten. Een veel aangehaald moment is het moment waarop u de weduwe Ros van Tonningen heeft verdedigd. En u heeft ooit gezegd, ik kon haar verdedigen, de zwarte weduwe van de NSB-voorman, omdat uw eigen vader ooit lid was van de NSB. En hoe kun je dat met elkaar rijmen? Heb ik dat gezegd? Heb ik gezegd, ja. Ja, mijn vader is een blauwe maandag lid geweest van die club. Ja. Wanneer was dat ook maar weer? Zal ik uw eigen argumentatie van 39 tot 42. Ja. Dat is hem ook nagedragen. Zeker. Maar ook door u? Ja, want als opgroeiende puber. En toen was ik al echt venijnig georiënteerd op de politiek, hoor, zal ik maar zeggen. Dan nog meer van linkse snit, wat mij interesseert. En dan als kind ben je natuurlijk, als een beetje recalcitrante puber, moet je het identificatieproces met je vader is heel belangrijk, zeggen opvoedkundigen. Dus afzetten tegen je vader hoort erbij. Nou, dan had ik een mooi doelwit, want hij was eventjes fout in de oorlog. En dat kon ik hem nadragen. En dat heb ik achteraf wel betreurd, want ik vond hem helemaal niet fout. Achteraf alles overziende, hij was op tijd weg en hij heeft niemand kwaad gedaan, dus zwak. Maar waarom kon u dan de weduwe Ros van Tonningen om die reden beter verdedigen? Dat was niet om die reden. Ik heb gezegd dat ik het wel jammer vond dat toen ik de verdediging van die zwarte spin, dat was de ergste NSB'er in naoorlogse ogen, hoor,
aanschouwend die er ooit in Nederland heeft rondgelopen, dat ik die kon verdedigen. Want ik had wel eens willen zien hoe mijn vader daarop had gereageerd. Hij die van mij op zijn donder kreeg, omdat hij de verkeerde keuzes maakt, en die vervolgens, 30 jaar later, moet aanschouwen dat zijn zoon de grootste spin van de NSB gaat verdedigen. Dus hij had zijn gelijk bij u kunnen halen? Ja, dat had ik hem gegund. U heeft de gezegende leeftijd bereikt van 72 jaar. U werkt naar mijn indruk harder dan ooit. Want u bent zowel strafpleiter als politicus in spe, moet ik officieel geloof ik nog zeggen. Maar beide vakken gaat u verenigen. U houdt ermee op als het vlammetje aan het doven is en echt gaat doven. Heeft u dat gevoel al of helemaal niet? Nou, ik heb het gevoel gehad dat het vlammetje niet meer op te roepen viel. Na het overlijden van mijn vrouw ben ik een half jaar zelf verklaard arbeidsongeschikt geweest. En heb ik ook echt geen moeite gedaan om dat vlammetje op te zoeken, om een beetje op te poken. Nee, ik denk, even niet. Het is zelf weer begonnen. En het is niet meer uitgegaan. Ik heb nog wel eens momenten, wat ik u zeg, van tristesse, dat ik een beetje moeite moet doen met een beetje oppokerij om me bij de les te houden, intellectueel. Maar dat mechaniekje, maak ik mezelf misschien een beetje wijs, die heb ik wel onder beheer, hoe dat te doen. Nou ben ik dus weer strafrechtelijk actief. Dus om de dag pleit ik wel door het hele land, hoor. Dat lucht op, want dan ben je huis uit. Je moet de spoorwegen moet je betreden. Je zit weer in een gezelschap van toga's. Maar ik zit nog niet op het niveau van voor het overlijden van Gerry, dat ik regel 300 zaken per jaar had, hoor. En zover wil ik het ook niet meer laten komen. Ik ga nu de krenten uit de pap halen binnen de strafpraktijk. Als ik maar wel de stimulans heb van die toga, dat werkt. En ik wil ook zorgen dat het mes aan twee kanten snijdt, dat ik geestelijk levend en wel, dankzij de inbreng geestelijk vanuit de strafpraktijk, dat ik die meeneem de Tweede Kamer in. Ze moeten mij niet de hele dag opsluiten in een achterkamertje in commissievergaderingetjes en deeltjes laten sluiten met collegaatjes. Ik wil de frivole kant van het leven, geestelijk hoor, geestelijk frivol, dus afwisseling, spannende momenten zelf kiezen. Maar die waarschuwing heeft u neem ik aan al eerder afgegeven aan de ja, ze weten wat voor vlees in kuip hebben, hoor. Ja. Dat heb ik op het congres aan alle leden ook meegedeeld. Het moet niet zo zijn dat men op voorhand denkt dat ik dus mij wel dienstbaar opstel, maar me niet overleven. Niet tegen heug en meug. Goed, meneer De Maar. Dank u voor het gesprek. Alsjeblieft. Dank u.